Vooral in onze oude steden staan tal van historische bouwwerken op de monumentenlijst, waardoor hun toekomst verzekerd lijkt. Maar ook van gebouwen uit recenter tijden heeft monumentenzorg zich het lot aangetrokken. Het Amsterdamse CS is een van de stations uit de vorige eeuw die inmiddels tot beschermd monument zijn verklaard. De Monumentenraad is nu ook begonnen met de registratie van waardevolle bouwwerken uit dezelfde periode en daarna. Dit stukje Amsterdamse Sparendammerbuurt uit 1919 behoort daartoe, evenals tal van woonhuizen die om hun bouwstijl of bepaalde architectonische kenmerken behouden dienen te blijven. Een fraai voorbeeld daarvan is deze Jugendstilwoning aan de Haagse Laan van Meerdervoer. In aanmerking komt ook de Watertoren van Schoonhoven. Een bekend monument is de Basiliek van Oudenbos, gebouwd tussen 1865 en 1880, met zijn opvallende koepel naar het voorbeeld van de Sint-Pieter in Rome. En op de monumentenlijst staat gelukkig ook de op een Griekse tempel lijkende grote of nieuwe kerk in Zierikzee, die in 1848 in gebruik werd genomen. Dit curieuze stijlproduct uit de 19e eeuw wordt sedert ruim 2 jaar niet meer als kerkgebouw gebruikt. Zonder de bescherming die de monumentenwet biedt, zou deze kerk zeer waarschijnlijk dezelfde weg zijn gegaan als de Heilig Hartkerk in Den Haag, die nu plaats maakt voor een complex bejaardenwoningen. Kort geleden zijn 136 Rooms-Katholieke kerken gebouwd tussen 1825 en 1924 op de monumentenlijst geplaatst, waardoor afbraak in ieder geval wordt voorkomen. Zulke gebouwen blijven overigens ook wel behouden doordat ze een geheel andere bestemming hebben gekregen. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amersfoort, waarin een architectenbureau merkwaardigerwijs allerlei nieuwe bouwwerken op stapel zet. De bedreiging van de Amsterdamse Mozes en Aaronkerk door de metrobouw kon ook worden afgewend doordat de kerk op de monumentenlijst werd geplaatst. In de zomer van 1973 werden er nu en dan nog korte diensten gehouden. En de mensen volgden hem in grote aantallen. Hij maakte alle zieken beter en verbood... Maar in diezelfde maanden kreeg de kerk ook een nieuwe functie als ontmoetingscentrum voor merendeels jonge mensen uit binnen- en buitenland. Naast kerken zullen in de komende jaren nog duizenden andere gebouwen op de monumentenlijst worden geplaatst. Gebouwen uit het verleden die ook nu nog in onze samenleving een functie vervullen.